President Chandrika Prasad Santokhi heeft in het VN-hoofdkwartier in New York deelgenomen aan een vergadering over Haiti, waar hij opriep tot internationale steun voor het land in crisis. Verschillende landen hebben zich al aangemeld om hulp te bieden, wat essentieel is voor de vrede en veiligheid van het Haitiaanse volk. Suriname bereidt zich voor om deel te nemen aan de Multinational Security Support Mission van de VN met een klein peloton. Tijdens een bijeenkomst van het Alliance of Small Island States, SIT, benadrukte Santokhi het belang van het SIT Center for Excellence voor capaciteitsopbouw en de implementatie van de Multidimensional Vulnerability Index, die landen in schuldencrisis kan helpen. Daarnaast nam hij deel aan een meet and greet in Queens, waar hij sprak met de Surinaamse diaspora en ondernemers over de economische vooruitgang van Suriname, vooral in de olie- en gassector. Hij benadrukte de rol van diaspora als informele ambassadeurs en hun bijdrage aan de ontwikkeling van het land. Met deze initiatieven onderstreept president Santokhi zijn inzet voor internationale samenwerking en nationale ontwikkeling.